De winnaar van de Lifetime Achievement Award ontvangt deze award omwille van zijn jarenlange inspanningen om HIV uit het verdomhoekje te halen. 29 jaar geleden kreeg hij te horen dat hij besmet was geraakt door het grote virus met de korte naam. Het drieletterwoord HIV werd toen nog gelijkgesteld met AIDS en dat was eind jaren 80 een doodsvonnis. Toen hij besloot de oversten van het bedrijf waar hij werkte erover in te lichten, werd hij prompt ontslagen, tot zijn grote verbazing en verontwaardiging. Een man met een missie was opgestaan. Hij werd van een van de eersten, die eerst nog anoniem, dan met naam en foto, in de Belgische media getuigde over de dagelijkse strijd tegen de discriminatie van mensen met HIV. Hij klaagde het stigma aan dat zelfs vandaag nog aan HIV kleeft. Wie van jullie durft er hier, vanavond, aan de knappe kerel naast je te zeggen of te vragen hoe het zit met jou of zijn serostatus? Hij deed het wel. Duizenden leerlingen leerden hem kennen. De man die zo bevlogen kwam spreken over wat hem overkomen was. Die hen aanspoorde veilig te vrijen. Die hen leerde dat verdraagzaamheid en mededogen ons werkelijk tot wensen maakt. Geen praatprogramma, geen regionale zender, geen lokale krant is hem te min om zijn verhaal te doen. Elk farmaceutische firma kreeg hem over de vloer en ging in op zijn verzoek om meer te investeren in initiatieven voor mensen met HIV en AIDS. Hij begeestert mensen, maakt ons stil en roept ons op om ook in eigen boezem te kijken. Hij was een van de eerste die sprak over zelfstigma bij mensen met HIV en die de homogemeenschap bekritiseerde toen die in de beginjaren zoveel mogelijk afstand nam van de AIDS-epidemie. Tot op vandaag blijft hij herhalen dat open en eerlijke communicatie over je status noodzakelijk is. Niet alleen om HIV zichtbaar te maken, maar ook om uit de schaduw van het geheim te kunnen treden. Onze winnaar werkt niet mee aan campagnes rond disclosure, hij is gewoon zelf een campagne voor de coming-out van mensen met HIV. Met zijn open houding en een pleidooi voor meer samenwerking tussen de HIV-organisaties droeg hij bij tot het ontstaan van Sensoa, waar hij sinds het ontstaan een enorm gewaardeerde en gedreven medewerker is. Tot in het Koningshuis, waar hij een grote fan van is, is hij bekend. Hij ging voor de goede zaak op de thee bij prinses Astrid en koningin Fabiola. Ettelijke malen hing zijn leven aan een zijden draadje. Als er iemand met lijf en leden kan illustreren hoe de medicatie tegen HIV geëvolueerd is, is hij het. Hij is een longtime survivor. I will survive is dan ook zijn motto. Ikzelf ontmoette hem wellicht voor het eerst toen ik net uit de kast gekomen, 20 jaar geleden, een veiligvrije activiteit van een holleby jonge groep bijwoonde en hij kwam getuigen als seropositieve. Niet de technische uitleg over hoe een condoom juist te gebruiken is me bijgebleven van die avond. Wel het zeer persoonlijke verhaal van de eerste seropositieve homo die ik leerde kennen. Sindsdien is hij voor mij het gezicht van alle mensen met HIV. Sindsdien ook draag ik met trots en uit solidariteit altijd wel ergens een rood lintje op een van mijn jassen of hemden. Toen oktober vorig jaar, eindelijk, na meer dan 30 jaar, HIV en AIDS, na meer dan 30 jaar HIV en AIDS, alle regeringen die België telt, samen een nationaal HIV-plan voorstelden, was ook dat een stukje het resultaat van de inzet van activisten zoals de winnaar van vanavond. Dit zet mij en de hele holobi- en transgendergemeenschap aan om mee de schouders te zetten onder dit plan, om nieuwe besmettingen te voorkomen, om goede zorg hier en wereldwijd te bepleiten, om HIV zichtbaar te maken, om serofobie binnen onze eigen gemeenschap te bestrijden. Dames, heren en anderen, hij kiest niet voor een leven in de luwte, maar zoekt voor een groter doel de schijnwerpers op. Hij wil HIV definitief stoppen. Een luid applaus voor de man die de Savaria Lifetime Achievement Award meer dan ooit verdient, Patrick Rentiens. Ja, Patrick, jawel. Lifetime Achievement Awards, dat woord lifetime, dat is toch wel wat, hè, voor jou? Inderdaad.
29 jaar. Ja, in het begin 10 jaar hadden ze mij gegeven en ik mag er nog zijn. Dus ik ben heel content. Ook heel content om hier vanavond te zijn. Heel content dat ik heel vlug met mijn serostatus ben naar buiten kunnen komen. Dankzij ook de steun van mijn familie en goede vrienden. En nu nog altijd dat kan zijn. En een stukje, een beetje mensen laten zien van kijk, je hoeft niet te leven met geheim. Zeker niet dat we langer kunnen leven. En hoe voelt dat dan voor jou daarnet dat Yves Aerts 3 minuten lang deze volledige zaal heeft stilgekregen voor een eerbetoon, enkel en alleen puur voor jou? Boah, ik hoef niet zoveel eerbetoon. Ik heb altijd gezegd van kijk, ik doe gewoon wat ik ben. En ik ben in de eerste plaats Patrick en in de tweede plaats ben ik Patrick, ik leef met HIV. En ik wil gewoon laten zien van kijk, je hoeft er niet voor te schamen gewoon. Van, niemand kiest ervoor. En dat is dan ook de boodschap die we uitdragen. Thank you.